Ja, vandaag is een hele bijzondere dag. Vandaag is de truc geleverd. Alle partijen van de hele DKTI-samenwerking, van leverancier tot klanten, alles gemeente, alles wat ertussen zit, was aanwezig. En ja, het is een feestelijk moment, een soort bekroning van al het werk wat tot nu toe is gedaan. Van nu af aan gaan we de truc testen en met elkaar kijken naar de resultaten en richting toekomst kijken naar opschalingsmogelijkheden. Het betreft een DAF CF Electric truc, dus een volledig elektrische truc met een motor die is ontworpen door VDL. Daarachter hebben we ook een volledig elektrisch gekoelde trailer. Dus het hele span, zoals we dat noemen, is dus volledig elektrisch zonder schadelijke uitstoot. De ondersteuning vanuit de DKTI heeft echt een enorme boost gegeven in het hele verhaal. Het was echt een stimulans ook voor alle partijen die dus samen die samenwerking hebben opgezocht om met de truck te gaan rijden. Als ondernemer, als commercieel bedrijf wil je iets doen aan het milieu en het klimaat, maar het is zeker wel nodig dat jouw klant daar dan ook achter staat en die dat net zo belangrijk vindt als jij. Dus in dit geval was dat DHL en ja, zij hebben doelstellingen. Dus dan is het ook wel heel interessant om het te doen. Deze truc is natuurlijk nog maar het begin, maar het is wel het begin van de toekomst. Iedereen weet dat dit eraan gaat komen, iedereen weet dat hij zich daarmee bezig moet houden. En ja, er is in ieder geval één truc die emissievrij rijdt in Eindhoven. En dat hebben deze partijen met elkaar waargemaakt.